Kathleen Veurig hield donderdag in het IGSR-gebouw haar afstudeerpresentatie met als titel Overtuigingen en algemene leerstrategieën van leraren biologie en opleiding. Veurig zegt dat het doel van het onderzoek was het inschatten van het gevoel van zelfwerkzaamheid van de biologieleraren in opleiding van het IOL. Ze wilde uitzoeken of de studenten tevreden zijn met de opleiding en hoeveel zekerheid ze hebben dat ze goed les zullen verzorgen. De deelvragen gingen dus over elk van die aspecten. Eerste deelvraag heb ik gekeken naar efficacy belief. Tweede deelvraag naar outcome expectancy beliefs. En derde deelvraag naar context beliefs. Maar ik heb een vierde deelvraag erbij gezet. Waarom? Omdat als je data verzamelde, is het een momentopname. Op dat moment verzamel je data. Maar dan weet je nog niet hoe het zit met de ontwikkeling van die factoren die je hebt bekeken. Dat is dus Kathleen Veurig. Ze hield gisteren haar afstudeerpresentatie in het IGSR-gebouw. Haar afstudeerpresentatie met als titel Overtuigingen en algemene leerstrategieën van leraren biologie in opleiding.